Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Ja, we hebben weer een paar prachtige dagen achter de rug met een paar verwachte medailles, maar ook een paar hele mooie verrassingen. Nou, dan zie je dus wat een fight doet als je eenmaal succes hebt. We hebben natuurlijk Pieter van der Hogeband, de chef de mission van het Team NL, heeft natuurlijk al aan het begin van de Spelen gezegd, hoe sneller succes, hoe meer dat overslaat in de rest van het team. En daarom was het natuurlijk heel vervelend die eerste 4 dagen dat het succes uitbleef. Hij had natuurlijk met die tijdrit van die vrouw, met Demi Vollering, had hij gehoopt dat daar medaille zou vallen. En dat er meteen een soort sneeuwbaleffect richting de rest van de ploeg zou gaan. Nou, dat heeft heel lang moeten duren. En uiteindelijk waren de roeiers die uiteindelijk letterlijk het Olympisch vuur hebben aangestoken van Nederland. Ja, en dan zie je dus wat het teweeg kan brengen. Dat het echt inspireert, waardoor je dus ook mensen boven zich uit ziet stijgen en verrassende kampioenen en medaillewinnaars krijgt. Ja, laten we er even een paar noemen. De hockeymannen, voor het eerst in 12 jaar stonden ze in de finale en hatsieflats. Het ging niet makkelijk, maar ze hebben goud. Ja, tegen een angstgegner, letterlijk. Want ze hadden in de poolfase van Duitsland verloren. En eerlijk gezegd ging ik er gewoon vanuit dat ze het niet zouden halen. Maar ja, het was op het tandvlees. En zelf ben ik bij de wedstrijd halve finale van de waterpolenvrouwen geweest. Bij Nederland-Spanje. Maar zeg je eigenlijk, natuurlijk Nederland Europees kampioen, Spanje wereldkampioen. Ja, Paulien, ik had nooit verwacht dat ik ooit in mijn leven bij een waterpolenwedstrijd zou zijn. Die door 15.000 mensen was. Maar het was ook een spektakel, wil je niet weten. En dat komt misschien ook wel door de energie die het publiek hier geeft. Want het, hadden ze hier het Sjoele georganiseerd, waren er ook 10.000 mensen gekomen die helemaal uit de plaats waren gegaan. Je ziet atleten gewoon boven zichzelf uitstijgen. Je ziet een wereldrecord vallen. Nou ja, we gaan maar kijken bij de wielrenners. Is gewoon elke rit levert bijna een wereldrecord op. Dus je ziet hier het niveau is zo ongelooflijk hoog. Als je dan als Nederland op dit moment bezig bent zoveel medailles aan één te rijden. Ja, het is exceptioneel. En dan gaan we weliswaar die geplande 36 medailles niet halen. Maar we gaan heel dicht tegen de 30 aankomen. En als je ziet hoe. En ook nog eens een keer het record van Sydney breken, waar Nederland 12 gouden medailles heeft gehad, daar gaan ze nu overheen. Dan kan je alleen maar spreken van een van de beste, misschien wel de beste Olympische Spelen uit de geschiedenis van de Olympische geschiedenis van Nederland. Ja, Femke Bol, dat was zo iemand die bij haar eerste actie echt enorm indruk maakte, hè, op de relay. Daar wonnen ze goud, de mixed relay. Op de finale 400 meter horde, daar waren de verwachtingen natuurlijk heel hoog gespannen. En het zat er gewoon niet in. Is dit druk? Ik zou je vertellen, Pauline. Ik had zo'n voorgevoel dat het een debacle zou worden. Dat was het uiteindelijk niet, want ze heeft uiteindelijk brons gewonnen. Maar wat je hier zag, die met Loveland en Femke schelen maar 1 jaar. En hier zag je het wijf tegen het meisje. Het was ook intimiderend. Die tweede bocht zag je gewoon dat Femke gewoon, wacht even, ze zit naast me. En ze raakte helemaal de kluts kwijt. Want normaal pakte ze met de linkerbeen de horde. Op een gegeven moment ging het links. Dan pakte ze de rechterbeen. Ze was helemaal de kluts kwijt. En ik moest een beetje denken aan het WK. Dat ze dus op het laatste moment ook viel. Waardoor Nederland gedisqualificeerd werd. En een podiumplaats bij het wereldkampioenschap verloor. Zij is blijkbaar niet gewend om gepasseerd te worden. Toen was het ook al een soort schrikreactie. Dat er ineens iemand op de laatste 20 meter naast liep. Dat ze zelf viel. En nu had ik ook weer zoiets. Op het moment dat ze zag dat hij met Loveland naast liep, raakte ze de kluts kwijt. Nou ja, dit is een volgende stap die ze moet nemen. Kijk, als een haas achter iemand aan, op jacht naar, ja, dat beheerst ze als geen ander. Heeft zijn status apart. Maar het moment dat ze voelt dat ze niet de controle heeft, dat ze niet in charge is, dan zie je eigenlijk van, wat moet ik nu? Maar wat je zegt, hè, brons is natuurlijk nog steeds prachtig. Het is gewoon hetzelfde. Gewoon, zeg ik. Dat is al helemaal incorrect. In Tokio pakten ze ook brons. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Ze had meer verwacht. Maar het is natuurlijk nog steeds een geweldige prestatie. Alleen, de Olympische Spelen zijn wel om te pieken. Dat heeft ze duidelijk niet gedaan. Ze was zelf ook kapot. Ze heeft gewoon een seconde, anderhalve seconde boven haar beste tijd gelopen. Dus ze heeft niet geleverd. En dat is gewoon, ja, dat moet ze heel goed analyseren hoe dat komt. Het is dus een mentale kwestie. Ik ga je een ander voorbeeld. Ik woon in Volendam. Van heel jong heb ik Jessica Schilder zien komen. De kogelstootster. Nou, Jessica is altijd heel onzeker geweest.
Ze heeft het vermogen om tegen haar uiterlijk, straks bij haar uiterlijk, weet je, iemand die overkomt als een twijfelaar, altijd op het moment dat je het niet meer verwacht, te pieken. En vandaar dat ze, ondanks dat ze heel jong is voor een kogelstoot, ze is net 25, zo, bij kogelstoten is ze tot rond de 30, dat ze al 2 keer brons gewonnen heeft op de WK. En ze is 2 keer Europees kampioen geworden. Maar ik zeg je, ik denk dat ze hier ook gaat verrassen. Maar het punt is, ik sprak er na afloop van de kwalificatie, dan ging er als vierde de finale in. Tijdens die kwalificatie viel de Amerikaanse wereldkampioen viel weg. De Zweedse favoriet viel weg. Het was een slagveld. En zij ging als vierde naar binnen de finale in. Met een worp van een, nog geen 19 meter. Wat in principe teleurstellend is. Het was goed, het was toch de vierde. En ze zei tegen me, ja, dit was de belangrijkste horde voor mij om te nemen. Ik ben het nu kwijt. En nu ben ik vrij. Nou, dan weet je gewoon dat het goed komt. Maar dat is wel een proces wat je door moet maken. Nou, en Jessica zit in zo'n proces en die maakt stappen. Nou, en Femke zit ook in zo'n proces. Ja, en die moet stappen maken en gaat nog stappen maken. Want Femke is 24, McLaughlin is 25. Die gaan elkaar nog de komende jaren regelmatig tegenkomen. Ja. En op dit moment lijkt ze geen partij van McLaughlin. Dat is natuurlijk ook weer aan de andere kant in Topsport de uitdaging. Want kan niet, bestaat niet. Dus daar, dat gaan we de komende tijd zien. Maar in het geweld wat je nu ziet, waarbij de latrijzers van deze wereld leveren, waar de roeiers en roeitjes leveren, bij ja, het hockey geleverd wordt, moet je heel goed zijn en moet je top zijn op de dag dat het verwacht wordt. Dat maakt de Olympische Spelen ook zo speciaal. Ja, het laatste weekend is aangebroken, Jaap. Dat ging snel, hè? Ik ga het missen. Ik ook. Ik zei vanmiddag, want ik werk dan ook voor BNN Nieuwsradio in Nederland, voor andere partijen, maar bij BNN Nieuwsradio zit ook een programma met Ben van den Burg, de oude kampioen schaatsen. En die met de presentatrice, die zeggen elke keer, ja, we zijn zo jaloers op je. En ik moest vanmiddag, kwam het er zo uit. Ik zei, ja, maar als ik hier ben, af en toe ben ik gewoon jaloers op mezelf. Olympische Spelen, ik ben natuurlijk eerder van de zomer bij het EK geweest in Duitsland. En dat was al heel bijzonder, om daar gewoon die volksverhuizingen, dat positieve chauvinisme, eigenlijk bij alle deelnemende landen, van Albanië tot Engeland en van Denemarken tot Nederland. En dan ook de massaliteit waarmee dat gebeurde, maar ook de correctheid. Dat heb je al ervaren. Dan denk je, wauw, even de politiek niet. Dit is wat mensen echt willen. En hoe weinig mensen nodig hebben om tot elkaar te komen. Ja, en dan kom je op de Olympische Spelen. En dan is het de overtreffende trap van dat proces. En dat proces ga je missen. Maar tegelijkertijd, ja, ik ging van de week kijken bij Sivan Hassan. Nou, die won brons op de 5 kilometer. Maar ik zat tegelijkertijd op die avond. Gaat die plant, dus gaat over 6,25 meter bij het Polsdok Hoogspringen. En had een wereldrecord ongekend, 6,25 meter. En dan gingen mensen aan mij vragen. Had je geen spijt dat je niet bij 3x3 basketbal zat? Waar Nederland natuurlijk ook een wereldprestatie leverde. Toen zei ik ook, ja, weet je wat het is? Het is killing your darlings. De komende dagen zit je gewoon elke dag, heb je 5 opties dat Nederland een medaille wint. Moet ik dan gaan klagen dat ik de 2 gemist heb en 3 erbij geweest? Nee, natuurlijk niet. Dankjewel Jaap. We spreken je nog 1 keer in de uitzending van woensdag. Dan kunnen we terugblikken op de hoogtepunten van Nederland. En natuurlijk die sluitingsceremonie. Ik ben heel benieuwd wat Parijs ons gaat brengen daarin. Ja, ik ook. Het is een prachtig evenement geweest. Nu al. En laten we het van de week nog even mooi evalueren. En dat is een mooie afsluiting. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.